Ja, Benny Jolink, welkom. Ja. hij schrikt ervan. Ja, sorry, hoe is het met je? Ja, uitstekbaar. Uitstekbaar. Kijk. Ja, wat dat betekent, dat moet je straks dan maar even uitleggen. Maar we kennen Benny natuurlijk allemaal van zijn muziek. Maar je hebt op dit moment ook een hele mooie expositie in Doetinchem. Gaan we het straks over hebben. En je gaat voor ons optreden. Weet je dat Peter alle teksten uit zijn hoofd kent van jou? Niet allemaal. Maar... Ja, doe eens eentje. Marie, hè? Marie. En dan komt er nog heel veel. Ja. Daar gaan we verder niet over hebben nu. Deze uitzending staat in het teken van de toekomst van jouw geliefde platteland. Ja. En daar gaan we het over hebben met een hele tafel vol deskundigen. Helemaal top. Ja. Fijn dat je er bent. En natuurlijk is Colin er weer. Die gaat deze uitzending samenvatten. Ik wens je veel succes vandaag. Ik hoorde Peter net zingen. Ik kan naar huis, denk ik. Ja. Ik zeg blijven. Ik nodig je uit aan tafel. Welkom bij de Week van Gelderland. Kom jongens, we gaan naar. Vandaag gaan we het hebben over de stikstofcrisis en vooral ook over wat we eraan kunnen gaan doen. Ja, dat is wel belangrijk. En aan tafel bij ons zit Marion Lochtenberg, moet even goed zeggen, boerin. En je hebt een melkveebedrijf. Klopt. Samen met je man. En we hebben niemand minder dan gedeputeerde Peter Drent. En hij is onder andere verantwoordelijk voor landbouw en natuur in onze prachtige provincie. Klopt. Ja. En we hebben ecoloog Arnold van den Burg. En hoogleraar Wim de Vries, je bent hoogleraar stikstofeffectanalyse aan de Universiteit van Wageningen. Welkom. Het is wel knap dat hij het uit kan spelen. Ja, ik ben ook niet van de straat natuurlijk. Hè. Het ook gestudeerd. Ja. Ja. Veel kennis aan tafel dus. Welkom allemaal. Voordat we in gesprek gaan, gaan we eerst even kijken naar wat er de afgelopen week zo al gebeurde in Gelderland. Wat een week weer in Gelderland. Een week die stormachtig begon. Storm Dennis raasde over de provincie. En sommigen waren daar maar wat blij mee. Deze wind, dat is echt genieten. En temperatuur. Anderen zaten deze week in het oog van de storm en waren daar minder blij mee. Zo ook deze trainer van OVC uit Oosterbeek. Hij kreeg tijdens een jeugdwedstrijd een klap van een scheidsrechter. Er was meer opmerkelijk nieuws in onze provincie. Zo stond deze schaapherder uit Elspeet voor een raadsel. Elk jaar tot nu toe wordt er wel één of twee zwarte schaapjes of een beetje bontgekleurd schaapje geboren. Maar dit jaar hebben we er al 8. En ik vond dat toch wel heel erg bijzonder. Een ander zwart schaap is de eigenaar van deze oldtimer. Haal weg lul ASO. Zijn auto's werden beklad in een Nijmeegse parkeergarage. Daar waren ze weer. Maar het nieuws dat ook deze week de meeste stikstof deed opwaaien, was de discussie over, u raadt het al, stikstof. Want daar staan we weer, opnieuw, in Den Haag, voor de 3e keer, om dezelfde reden, de stikstof inpassen. Ja, en een eerste druppel, omdat je gewoon weet van, wat in gang is gezet, is eigenlijk niet helemaal de werkelijkheid. Nou, ik denk, en dat heb ik een oproep voor gedaan, dat boeren aan de overlegtafel moeten blijven met de overheid, met het kabinet, met de minister. En ik denk dat er gewoon steeds duidelijker beleid gaat komen de komende maanden. En als er duidelijkheid is, dan neemt de ontevredenheid, hoop ik, ook een stukje af. Nou, dat hopen wij ook. Dat als er duidelijkheid is, dat de ontevredenheid een stukje afneemt. Marion, daar staan we weer, werd er gezegd voor de 3e keer. Dat god ook voor jou, hè? Ja, klopt. Melkveehouder in Baak en dat ligt in de buurt van... Steenderen. Tussen Zutphen en Doetinchem, zeg ik altijd. Ja, ja, ik wist dat nou hoor. Maar... Hummelo, alles ligt in de buurt van Hummelo, ja. Je was erbij tijdens die protesten. Hoe is het met je? Ja, goed. Maar, ja, gaat wel goed? Ja, maar het is wel... We zijn met de trekkers gevolgd, zeg maar. Dan sta je 's morgens wel heel vroeg op om... Maar dan ben je op tijd, toch, als melkveehouder? Ja, maar we hebben wel een beetje een luxe, omdat we een melkrobot hebben. Dus dan zijn we iets flexibeler in tijd. Maar nu moest je vroeg op om op tijd in Den Haag te zijn. Ja. Waarom ga je daarheen? Om onze stem toch te laten horen. Mm-hmm. En het gaat vooral om, zeg maar, om de onzekerheid die we met elkaar hebben. Mm-hmm. Van waar gaan we naartoe en hoe ver staan we erin? Hoe gaat de toekomst eruit zien voor de Nederlandse boeren? Welke oplossingen komen er op ons af? Ja. Met al die onzekerheid, is het dan nog wel leuk om boer te zijn tegenwoordig?
Nou ja, dat maakt het gewoon heel lastig. We hebben een zoon die eventueel wel de bedrijf over wil nemen. Maar die zegt wel van, ja, waar gaat het naartoe? Welke maatregel moet ik allemaal nog nemen? En heb ik dan nog wel een verdienmodel? Ja. Kan ik er een inkomen uithalen? Ja, ja, ja. Ja. Hoe zie je die toekomst zelf? Ik ben niet echt pessimistisch. Ik zeg altijd, hoe donker het is, het zal ook weer een keer licht worden. Op dit moment zeggen we gewoon, laten we eerst maar eens kijken waar we staan en rustig afwachten. Het is niet zo van dat we van alles op ons af laten nemen. Ja, het gaat jou om de onduidelijkheid, hè? Vooral de onzekerheid die we met elkaar hebben. Nou, hebben we hier aan tafel de gedeputeerde, die gaat over regelgeving. Peter Drent, kun jij die onduidelijkheid wegnemen bij Marion? Niet 100%. Want dat is precies waar we volgens mij heel druk mee bezig zijn. En ik denk dat het meest wezenlijke wat ook in oktober echt naar boven kwam is, wat heeft een ondernemer nodig? Die doet investeringen. Die probeert daar dan een boterham mee te verdienen. En dan moet je meer zekerheid hebben dan 1 of 2 jaar van tevoren. En je moet kunnen vertrouwen op een overheid die niet elke paar jaar zomaar een enorm andere afslag neemt, waar jij met je investeringen helemaal niet op kunt inspelen. Mm-hmm. Maar dat is toch precies wat er gebeurt? Dat is toch de klacht tegen de overheid, dat er steeds weer nieuwe regels zijn waar de boeren zich aan moeten aanpassen. En ik denk dat dat ook een terecht punt is. Als je dus komt tot een perspectief waar je naartoe wil, om juist die zekerheid ook te kunnen geven, om meer duidelijkheid ook te geven dat de ondernemer ook kan sturen op iets wat verantwoord is, dat kost even tijd. Daar zijn we ook mee begonnen in Gelderland. Net voor de kerst hebben we als college van gedeputeerde staat ook aangegeven hoe we dat willen doen. Niet een oekase vanuit het provinciehuis, maar juist vanuit de verschillende gebieden in Gelderland met elkaar kijken, hoe gaan we dit nu aanvliegen, hoe doen we dat dan? En voor zover wij daar als provincie over gaan, proberen we dat dan zo eenduidig mogelijk te doen. Ik denk dat we dat ook tot op heden best aardig gedaan hebben waar het de provincie aangaat. Waar het opnekt en wat je nu ook aan alle kanten naar buiten ziet komen is, en met de fosfaatwetgeving ging wat fout. En in één keer krijg je een cesuur die ergens overheen komt. Een aantal jaren daarvoor een fors percentage van de varkens zonder vergoedingen zomaar de stal uit. Dat soort dingen zijn niet goed. Als ik zie hoeveel uren boeren moeten boekhouden, maar niet bezig zijn, dat moet je willen verminderen. Ja. De provincie draagt er zelf bij aan die onduidelijkheid. Er waren plannen, die zijn gepresenteerd. De boeren protesteren, ze worden meteen weer ingetrokken. Nee, dit is heel makkelijk zo te zeggen. Daarom doe ik het ook. Ja, en dat klopt dus niet. Nee. Waar je mee zat na 29 mei is dat er geen enkele vergunning afgegeven kon worden. Nou, dat kan niet waar zijn dat we in Nederland geen huizen kunnen bouwen, wegen kunnen bouwen of innovaties aan stallen kunnen doen. Hè? Want dat kon net zo hard niet. Daar zijn regels voor gemaakt. Die regels die zijn heel snel gemaakt, omdat de urgentie ook hoog was. Want ondertussen stonden ook andere belangengroepen op het Malieveld. Want zij wilden ook gewoon aan het werk zijn en een boterham verdienen. Terecht ook. In die fase is net even te snel zijn regels vastgesteld. Dat hebben we toen ook aangegeven. We hebben de regels niet ingetrokken, zodat vergunningen afgegeven konden worden. Waar was de discussie over? Over de regels die te maken hadden met de landbouw. En daarvan hebben we toen gezegd, we gaan het om tafel zitten. En volgens mij zijn toen begin december met een wijziging op die regels ook regels gekomen die redelijk in overeenstemming zijn met waar je prima met elkaar uit de voeten kunt. Het punt was ook nog dat we het liefst de landelijke regels willen en niet per provincie allerlei verschillende regels. Nou, is dit niet iets wat sinds gisteren speelt? U zei onlangs, 2 jaar geleden waren we hier helemaal nog niet zo mee bezig. Maar dat is toch een opmerkelijke gegeven, lijkt me. Want 2 jaar geleden speelde dit ook, de hele stikstofcrisis. Het speelt al bijna 50 jaar, als ik eerlijk ben. 50 jaar. Ja, laten we zeggen dat het echt serieus begon zo'n beetje 35 jaar geleden onder het begrip zure regen. Mensen zeggen wel eens, daar hoor je nooit meer wat over. Dan zeg ik, dit is zure regen. Dit is zure regen? Ja, zure regen was gewoon ammoniak, stikstofoxide en zwaveloxide. Ja. En die zwavel is 90% teruggedrongen. Want er is heel veel gedaan, hè? Die stikstofoxide hebben alle landen gedaan, en niet Nederland, heel Europa. Ja. Alle landen hebben stikstofoxide teruggedrongen, niet Nederland, heel Europa. NOx. En Nederland heeft veel meer aan ammoniak gedaan dan de andere landen. Maar ja, ik zeg altijd, we zaten op de Mont Blanc, we zaten op het Hooggebergte. En die landen zaten op een middengebergte. Dus als je daar naar het middengebergte afzat, dan ben je nog alleen maar daar waar zij al zaten in 1980. Ja. Nou heeft de Omroep Gelderland een mooi onderzoek gedaan naar wat de Gelderlander vindt van de stikstofdiscussie.
En hoe denken we daar nou over? Zo stelden we de algemene vraag: wat vindt u van de stikstofdiscussie? Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat de discussie te veel over de boeren gaat. Ongeveer een kwart vindt het een goede discussie voor de natuur. En iets meer dan 10% noemt de hele discussie overdreven en ontkent het stikstofprobleem. Arnold, gaat het te veel over de boeren, vind je? Ik vind wel dat het te weinig gaat over de natuur. Dat vind ik wel. Want kijk, het is natuurlijk dat het nu zo in de belangstelling komt. Dat komt natuurlijk door allerlei problemen die we zien in onze natuurgebieden. Dat is gewoon de aanstoot geweest voor deze hele verdere verloop van discussie. En op zich ben ik daar blij mee, want ik vind dat dat ook de discussie moet komen. Alleen er wordt nu. Het probleem was: we kunnen geen huizen bouwen. En er wordt gezocht naar oplossingen van we moeten aan het verkeer iets doen. En er wordt naar de boeren gekeken. Maar het zou mooi zijn om gewoon eens te kijken van okay, wat is nou eigenlijk met die natuur aan de hand en wat heeft dat nodig? Mm-hmm. En het is ook duidelijk, ik denk voor alle ecologen, dat we niet vandaag of morgen dat hersteld hebben. Er is schade, we hebben dat niet. Dus er moet een lange termijn visie komen hoe we daar langzaam naartoe gaan werken, zodat we ook alle mensen meenemen daarin. Ja. En gaat dat lukken, denk je? Want politici die preken ook een beetje met alle respect voor eigen parochie en hun eigen partij. Gaat dat lukken? Een goed plan maken, een gedegen plan. Nou ja, u bent ermee bezig, hè? Nou ja, laat ik zeggen, mensen hebben wel eens niet door dat de commissie Remkens, zij heeft twee vragen gesteld. Mm-hmm. De eerste vraag was, die bouw die ligt, eigenlijk alleen maar om de bouw, die ligt plat voor 0,5% bijdrage. Mm-hmm. Kunt u wat maatregelen bedenken? Ik zeg het nu even allemaal heel plat, hè? Ja, mm-hmm. Wat maatregelen bedenken dat dat weer rechtgetrokken wordt. Nou, wat zachter rijden, wat minder stikstof in het voer. En dan ben je er bijna. Maar de tweede vraag, en dat rapport moet komen in april, mei dit jaar, mm-hmm, wat is de lange termijnvisie? Mm-hmm. En dat is uit de hand gelopen doordat meneer De Groot gelijk begon al bij het eerste rapport over halveren van de weestapel. Ja, het gaat alleen maar over maatregelen, niet over het doel eigenlijk. Die had gelijk een maatregel bedacht. En in wezen moet het echte rapport, zal ik maar zeggen, van de commissie Remkes nog komen. Mm-hmm. En dan hebben we het niet over 0,5%, dan hebben we het over waarschijnlijk tientallen procenten. Want daar profiteert het natuurlijk pas van. Ja, als we het dan over 10% hebben. We zagen net in het onderzoek dat 10% ontkent dat er überhaupt een stikstofprobleem is. Ja. Wat zou u tegen dat soort mensen willen zeggen? Nou, ik was bij een boeren, ik was in Barneveld. En toen vroeg ik dat aan het begin. Wie van u denkt dat eigenlijk allemaal maar onzin is? Dat was 45%. Mm. Toen zei ik, dan heb ik wat uit te leggen vanavond. Ja. Ja. Dus dan probeer je dat duidelijk te maken. Ook dat er niet alleen over ammoniak gaat. Want dat is het grootste punt. Dat weten de boeren zelf ook wel. Daar gaat ook nitraat naar het grondwater. Daar heb je de drinkwaterrichtlijn voor. Mm-hmm. Nitraatrichtlijn. Daar gaat naar het oppervlaktewater. Dat is wereldwijd het grootste probleem. Mm-hmm. Daar heb je de kaderrichtlijn water voor. En binnenkort komt er is klimaatakkoord. En een van de vormen is lachgas. Dus er speelt veel meer dan dit alleen. Ja, dat is spannend. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat als we nu investeringen gaan doen bij een boer opdringen om die ammoniak, het gaatje, je vinger op het gaatje ammoniak te zetten. Het is een pijp met allemaal gaatjes. Dan komt hij op de andere plek eruit. Dan poept hij daar weer op. Ja. Dus er moet een goed lange termijn verhaal komen. Ja. En ik weet zeker dat de commissie Remkes dat integraal gaat aanpakken. Maar denkt u ook dat dat wordt doorgevoerd dan? Ja, u vraagt het mij. Ik denk dat je zonder een soort rechtensysteem. Kijk, er zijn fosfaatrechten. Waarbij je gewoon zegt, mensen, je krijgt nu rechten van wat je nu produceert. En dat geldt niet alleen de boeren, hè? Dat geldt iedereen. Hè? Mm-hmm. Dat is ook de industrie, niet alleen de boeren, allemaal. Mm-hmm. En dan ook de mensen met vier geitjes. Ja, zeg maar. Dan laten we zeggen, de auto-industrie, noem maar op. Mm-hmm. En dan moet bijvoorbeeld, ik zeg maar even wat hoor, moet per jaar 2% af. 30 jaar lang. Ja. En dan kunt u, en u investeert een hoop. Je investeert een hoop. En doen 1 jaar 20%. En dan kun je de rechten verkopen. Dan kun je flink geld mee krijgen. Nou, maar wat vind je ervan? Dat is maar een idee hoor. Ja, het zou een oplossing kunnen zijn. En zo hebben we zelf dan ook wel gekeken. Zeg maar, het landbouwcollectief heeft ook een rapport aangedragen van we zijn best bereid om wat dingen te doen. Maar het moet gewoon wel haalbaar en betaalbaar blijven. En dat, daar zitten we gewoon heel erg op. In het juiste tempo. Ja. Absoluut. Want die Geert de Groot, dat kan echt niet. Nee, maar daar is ook niet de oplossing. Nee, maar dan snap ik ook echt dat iedereen helemaal over de rooien gaat. Ja. Maar wat is dan het criterium voor het juiste tempo? Vraag ik me dan af. Is dat een ecologisch leven kunnen blijven en dat ze een inkomen kunnen houden? Maar dan heb en je naar over de toekomst toe kunnen werken, maar op een manier die voor iedereen acceptabel is. Maar dan vraag ik dat toch even aan de ecoloog. Ja, precies. Vind jij dat ook? Is dat het juiste tempo? Of zou de natuur het juiste tempo moeten dicteren? Dat gaat dus gewoon niet. Want dat betekent dat we echt kunnen stoppen met heel veel dingen direct.
Want we hebben stapeling van stikstof in bijvoorbeeld op de droge zandgronden. Mm-hmm. Zolang je ver boven wat dan genoemd de kritische depositiewaarde, dat is zeg maar de waarde die nog net die in ieder geval nog veilig is. Als je daar flink boven zit, dan blijf je dat opbouwen. Je blijft verzuren, je blijft vermesten. Ja, als je dat wil, zo snel mogelijk wil terugbrengen, omdat de natuur dat eigenlijk van ons vraagt, dan moet je echt draconische maatregelen nemen. En volgens mij staat echt niemand dat voor. Maar kun je ons even wat, neem ons even mee, zo de Veluwe op of een natuurgebied. Ja. Korenburgveen bij Winterswijk is er slecht aan toe. Ja, welke dieren, welke flora, fauna zijn we aan het kwijtraken? Of zijn er al weg? Ja, er zijn er helaas ook al heel veel weg. Dus de kwaliteit van heidevelden is gewoon slecht. Ja. En dat komt. Dus je ziet het aan de vergrassing bijvoorbeeld. En wat we in de jaren 80 al gedaan hebben tegen vergrassing, dat is dat die graslaag afplaggen. Mm-hmm. En dan krijg je een rempel hei terug. Dus mensen vinden dat heel mooi, dat er een mooie paarse hei staat. Maar ecologisch gezien is die hei vaak helemaal dood. Omdat je, kijk, daar hebben we een mooi beeld erbij. Dat is vergrassing. Al dat gele gras wat je ziet. Ja. En dat komt doordat met het afvoeren van de stikstof die je met het plaggen doet, haal je ook heel veel andere voedingsstoffen weg. Mm-hmm. En die stikstof regent heel snel weer terug. En de andere voedingsstoffen ben je kwijt. Dus de onbalans, die wordt alleen maar groter. Dus uiteindelijk is het paard achter de wagen. En heel veel plantensoorten kunnen daar niet tegen. De bijen die erbij horen kunnen daar niet tegen. Omdat die planten weg zijn, vlindertjes. En zo stort zo'n ecosysteem in elkaar. In de bossen zien we ook dat heel veel bomen doodgaan. Eikenbomen gaan dood. Door de samenwerking van die verzuring en die vermesting. En loop je dan niet huilend over de Veluwe? Ja, ik vind het wel tamelijk dramatisch, ja. 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 Nou hebben we meer vragen gesteld aan de Gelderlander. Kijk eens. En wat duidelijk uit die enquête naar voren kwam, is dat de Gelderlander ook gek is op de natuur. Mooi. 87% van de Gelderlanders wil dat de beschermde natuurgebieden behouden blijven. Maar 2% is het daar niet mee eens. 11% weet het niet. Ja, toch ook bijzonder dat 11% niet weet of de natuur behouden moet blijven. Nou, dat weet ik nog niet. Ja. Maar 11% van de mensen heeft ook niet door dat er een stikstofprobleem is. Nee, dus dat is hetzelfde aantal. Echt wetenschap. Dat zijn inderdaad ontkennend. Ik heb voorspeld dat de toekomstige generaties klimaatontkennis, meneer Baudet, dat die vergeleken zullen worden met holocaustontkenners. De volgende generaties gaan ons heel erg kwalijk nemen dat we daar niks aan gedaan hebben. Veel te laat wat aan gedaan. Moeten we met die term wat uitkijken in deze discussie? Ja, dat is niet vaker gebruikt. Ja, dat gaat op social media wel trending worden. Ik distancieer me volledig wat er toen is. Nee, dat is duidelijk. Maar even, Benny, want jij bent Achterhoeken in hart en nieren. Je houdt ontzettend van de natuur, van het boerenlandschap ook. Bijt elkaar en van de boeren. Hoe kijk jij naar dat platteland? Nu. Nou, ik sta volledig achter de boeren in dat ze boos worden en over die halvering van die vissen. Dat kun je niet zeggen. Hmm. We moeten wel, ik vind wel, ik heb een kanttekening van, we gaan nou niet nog meer acties ondernemen waardoor het verkeer en het Malieveld en alles helemaal ontregeld wordt. Want dan kweek je vijanden mee. En die hebben we al meer dan, de boeren, hebben al meer dan vijanden genoeg. Ja. Dus niet nieuwe. Het moet vanuit de landbouw en veeteelt. Nou, even tussendoor. Is het niet zo dat alle planten stikstof omzetten in zuurstof? Mais, gras, nee, koren, nee, planten zetten bieten, geen stikstof om in zuurstof. Nee, nee? Nee, dat doen ze niet. Ze maken er het liefst eiwitten van. Dat is eigenlijk het hoofddoel van wat een plant heeft met stikstof. Kijk, dus het is de belangrijkste voedingsstof voor ons lichaam. Hè. Even eerlijk verteld, tot het jaar 1900 hadden we 1,5 miljard mensen op deze wereld. Want stikstof is een heel bijzonder element. Hmm. Alle elementen zitten in de bodem, fosfaat en stikstof nauwelijks, zit in de lucht. En er waren alleen bepaalde planten, vlinderbloemen heet dat, erwten, klavers, die konden dat binden. Dat wist een boer, want dan werd zijn grond vruchtbaar van. Ja. Toen is er in 1905 een man geweest, meneer Haber, en die heeft uitgevonden hoe die luchtstikstof onder grote druk en temperatuur tot ammoniak kan worden omgezet. Hebben de Duitsers bijna de Eerste Wereldoorlog mee gewonnen, dynamiet gebruikt. Ja. En dat is maar eens de kunstmest uitvinding geworden. En je ziet de wereldbevolking gewoon naar 8 miljard stijgen, zonder die uitvinding nooit gelukt. Ja. Dus het is een voedingsstof, alleen het probleem van die stikstof is, meer dan elk ander element, het is heel
Het wordt niet goed vastgehouden in de grond. En het komt uit alle hoeken en gaten eruit, zal ik maar zeggen. Popt het weer op, dat beeld, dat vergeten we niet meer. We gaan even naar een intermezzo, en een heel fijn intermezzo. Want je bent er nu toch, Benny. Je gaat voor ons zingen een lied over jouw eigen hummel, of niet? Ja. Hoe heet het nummer? De bus naar Hummel. Als jij plaats wil nemen, dan kondig ik je aan samen met Stef Geurts op een hele mooie gitaar. En nou weet ik weer niet wat dat voor gitaar is, maar het is vooral het geluid. Dobro was het, heb ik gehoord. Prachtig. Ja. Nou, we gaan er naar luisteren. Hummel is het dorp. Dames en heren, Benny Joning samen met Stef Geurtsen. Ja, 1, 2, 3, 4. Wat is je beur? Is dit misschien de bus naar Hummel? Want door wil ik hen, ja door wil ik wen. Wat denk je meneer, hoe lang het duurt die reis naar Hummel? Het schudt nog niet op, niet harder dan klopt. Hummel is het derde voor ik geboren ben, voor iedereen mij kent en ik ken hij. De mooiste plek ter wereld, oh, voel ik mijn kerel. Ik kan haast niet wachten tot ik eindelijk ze ben. Schijders van op, met die rammelkast naar Hummel. Chauffeur, kom op zeg, hoe lang is die weg? Kus maar dan, met dat oude ding naar Hummel. Het duurt niet te lang, voordat ik er ben. Als ik in Hummel ben, ben ik op mijn gemak. Dan heb ik geen huis meer, ben zo traag als een slak. Laat de gitaren klinken, een lekker drankje drinken. Slappe hoeren lachen hem een goeie bak. Hummel is het derde voor ik geboren ben. Voor iedereen mijn ken en ik ken hij. Mooiste plek ter wereld, oh voel ik mijn een kerel. Ik kan haast niet wachten tot ik eindelijk te ben. Ja, er is, hebben we daar nog een bus, Peter. Ja, natuurlijk. Ja. Ook provincie Gelderland. Ja, heel goed. Ja, dat kan ik niet nalaten, hoor. Nee, heel goed. Ja, onder GTW-bus. Geel met zwart. Zeg, Benny. Ja, je bent niet alleen muzikant dus. Je bent ook beeldend kunstenaar. Een schilder, tekenaar. Eigenlijk van huis uit beeldend kunstenaar. Ja, hè? Daar ben je ooit mee begonnen. Ja. En nu heb je een hele mooie expositie in Doetinchem. Je maakt zelf portretten. Stillevens, landschappen? Wat? Ja, ik teken van alles en nog wat. Maar ja, het begon eigenlijk met dat Esther en Charlotte kwamen bij mij. Dus leende allerlei attributen van mij voor de expositie over de graafschap. Toen zei ze, maar wil jij niet nog eens een keer exposeren? Ik zei, ja, dat is oké, okay, maar als ik er maar niet te veel tijd aan kwijt ben. Dat is een hele domme opmerking. Maar goed. Dat werkt wel zo, ja. Ja, dus die expositie. Stef heeft me daar vooral bij geholpen. Die heeft de inrichting gedaan. Vanaf, nee, ja. Die heeft het meeste werk verricht. Maar nou, je schildert ook veel zelfportretten. Ja. Waarom doe je dat? Mijn grote favoriet, maar ook tevens in de ogen van de meeste mensen wel de meest belangrijke en grootste kunstenaar ooit ter wereld is Rembrandt. En die heeft ook heel veel zelfportretten. Dat is eigenlijk om te oefenen in gezichtsuitdrukkingen. Ja. Daarom deed hij dat. En dat wij nou een beeld ziet, dat is het. Ja. Het is ook wel makkelijk, hè? Want je bent altijd dichtbij, dus je hoeft niet iemand te zoeken. Nou, het is het model dat het best naar mij luistert. En precies het gezicht trekt wat ik graag wil. En netjes stil zit wanneer ik dat graag wil. Maar Benny, heb je niet een moeilijke kop om te tekenen?
Nee, want die kop ken ik het allerbeste van alle tijden. Ja. Ja. En wat is nou je allermooiste werk? Ja, waar ben je het meest trots op? Hier zien we jou ook, hè? Als Che Guevara. Ja. Hurkers, alle landen verenigd u. Half uur. Ja. Die revolutie wachten we nog even op, hè? Ja, ligt er aan wat voor revolutie. Stikstofrevolutie. het is geen hitparade. Dus daarom vind ik ook het Songfestival en zo vind ik allemaal onzin. Want een kunst en competitie staan haaks op elkaar. Dat kan niet. Nee. He, dus ook de Voice, en dat vind ik allemaal onzin programma. Colin heeft meegedaan, onze Colin. Ja. Was ook onzin. Was ook onzin, zegt hij. Colin is ook niet zo van het keurslijf, hè? Nee. Maar even terug naar het speulen of het schilderen, zeg maar. Want dat zijn wel twee verschillende dimensies. Lijkt me een ander gevoel ook. Als je nou moet kiezen... Nee, ik kies niet. Ik heb een boek gemaakt, Bernard Joling, Post Normaal. Mm-hmm. En dat is beeldende kunst, literatuur, muziek. En eigenlijk zeg ik het altijd in die volgorde. Mm-hmm. Beeldende kunst als eerst. Ik was beeldende kunstenaar. Ja. Ik heb veel teksten geschreven. En ik ben nu op het moment met twee boeken tegelijk aan het schrijven. En, wat voor boeken? Eén is een historische roman. Over de baron van Hekeren die naar Moskou is geweest en levend is weer teruggekomen. En de andere is een boek over avonturen die ik mee heb gemaakt met Normaal. En dat laatste, dat schrijft iets makkelijker. Want dichterbij. Weet je ook allemaal. Nee, dat andere boek moet heel veel research voor plaatsvinden. Ja. Nou, daar heb ik iemand mee bij in de hand genomen, Gerard Menting. En die doet het allemaal voor mij. Mooi. En die helpt maar eigenlijk, Benny, ben jij aan een soort tweede jeugd begonnen? Want het ging heel slecht met je. Je had astma, behoorlijk ernstig. Ik moest stoppen in 2015. 2016 heb ik 4 keer in een ziekenhuis gelegen en 10 weken in een revalidatiekliniek. Zwaar aan de prednison? Ja. Oh, als ik dat woord hoor, dan dan moet je ook bijna kotsen. Ja. Echt troepen. Dus toen werd er eind, ik weet het nog goed, de dag... Voor kerst 2016 was er een nieuw geneesmiddel. Ik kreeg een injectie en de volgende morgen werd ik wakker. En ik was niet meer benauwd. Ongelooflijk. Maar toen moest ik nog van die prednison af. Nou, een lang verhaal kort te maken. Het credo in de revalidatiekliniek was... niet bewegen is geen optie. Ik ben dus toen weer begonnen met heel erg mijn best te doen. Met het bewegen. Fitness, zwemmen, honden uitlaten elke morgen. Maar... omdat ik kleinkinderen heb, wou ik de strijd niet opgeven. Ik wil toch graag oud worden. Vroeger was dat anders, maar sinds ik opa ben, dan... dat is mijn rijkdom. Is dat. Oh. En ze wonen allemaal dichtbij. Oh. En, allemaal dus, dicht bij Hummelo. Dat is mijn motivatie. Ja. Oh, dat is super. Ja. En de motivatie om door te gaan en om een stok uit te worden. En ook om depressies te verjagen. Ik hoef maar aan een kleinkind te denken en ik word helemaal vrolijk. Ach, ik kan het ook aan je zien. Je begint te schitteren in je ogen. Ja, je ziet er goed uit. Ja, dank je wel. Hey, maar word jij nu als kunstenaar serieus genomen, vind je? Of ben je eigenlijk nog op een boezemberen met een kwastje? Helemaal niet. Ik vind het onbegrijpelijk. Ik had bij de presentatie van het boek... hadden we in Amerikain, in Amsterdam, op Leidsplein... hadden we al die tekeningen, het zijn er meer dan 60... hadden we zo uitgezet zo in een bankje zo in het rond. En dan had ik 10 interviews of zoiets. En dan zeiden tegen de journalist, de volgende zei... nou, je moet even wachten tot het vorige afgelopen is. Maar daar heb je die expositie, kun je die tekeningen bekijken. Dan zeiden ze, oh ja, leuk. Verbijsterend. Hoeveel schrijvers, Nederlandse schrijvers... zijn over de hele wereld vertaald? Nul. Hoeveel muziekstukken zijn er over de hele wereld beroemd geworden? Una Paloma Blanca, De Vogeltjesdans, Het Smurfenlied. Ja, dat zijn ook wat toppers. Praat ik niet eens over. Trotse exportartikelen, zullen we maar zeggen. En hoeveel schilders zijn er over de hele wereld ongelooflijk Dat zijn beroemd? Er een heleboel. Ja. Allemaal Nederland. Ja, exact. De beste die er in de wereld zijn. Ja. En staat Benny Joling dan straks ook in dat lijst? Nee. Iemand vroeg mij een keer wat zou Rembrandt van jou gevonden hebben. Dan zou hij zeggen, laat af, gij amateur. Maak dat je wegkomt. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Dat is dan wel gelukt. Ik zeg, gaat heen en vermenigvuldigt u. Dat is dan wel gelukt. Wim, je zit een beetje op de wip, hè? Ja. Je hebt nog een lezing.
Ik klopt. Ja. Ja, ik had gerekend dat 6:10 werd. Maar ja, en dat werd toch iets later. Ja. Heel erg hartelijk dank dat je bij ons wilde zijn. En heel toch een bijdrage wilde leveren. En dat ga je goed. En sterkte met het rapport voor hartelijk de dank. Commissie. Ja, dank je wel. Je hebt mij wat geleerd. Ja. Goed, graag gedaan. Ja. Dank je wel. Wim de Vries. Ja, en... dankjewel ook, Benny, voor jouw verhaal over je kunst. Tot 18 april nog te zien, hè? Ja. In het Stadsmuseum Doetinchem. Ja. Oude postkantoor. Goed, heel goed. Allemaal naartoe. Ja, Wim de Vries gaat net weg nu we het weer over stikstof van hebben. Dus dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Jammer. We hebben heel veel cijfers op een rijtje gezet en daar gaan we even naar kijken. In onze provincie staan bijna 9000 boerenbedrijven. De Gelderse boeren bezitten gezamenlijk 17 miljoen kippen, 900.000 koeien... en 1,8 miljoen varkens. Daarnaast heeft onze provincie ook het grootste natuurgebied van ons land, de Hoge Veluwe. Nou ja, dit is dus hoe ons boerenlandschap er nu zo'n beetje uitziet, hè, qua bevolking in dieren. Mm. Hoe gaat dat in de toekomst zijn? Dat is mijn vraag. Denk je dat jouw zoon daar nog een toekomst heeft? Ja, dat hopen we toch wel. Want voedsel blijven we nodig hebben, en in Nederland ook. Dus er zal het een en het ander geproduceerd moeten blijven. En ik denk dat het niet wijs is om afhankelijk te gaan worden van andere landen. En ik denk dat het ook samen kan. Ik denk dat landbouw en natuur gewoon samen naast elkaar, dat is altijd zo geweest. Dat is lang zo geweest. Maar hoe dan? Ja. Want dan zal het toch wel wat moeten gebeuren. Hè? Want als het gaat zoals het nu gaat, dan wordt het probleem alleen maar groter, denk ik. Ja, nou, ik denk dat het gewoon aanpassen is met elkaar. En ja, dan zul je samen naar moeten kijken wat er haalbaar is. Maar er moet gewoon ook een verdienmodel voor die boeren komen. En het is ook altijd zo geweest van, we moesten maar op de kosten letten. En dan moesten we maar groter worden. Maar ik denk niet dat dat een oplossing is. Mm-hmm. Dat zien we, we lopen vast. En de quotering is afgeschaft. Nou, we hebben meteen weer terug de fosfaatrechten gekregen. Ja. En ja, daar zitten we niet op te wachten. Mm-hmm. We hebben zoiets van, we willen gewoon dat er nu duidelijkheid komt. Maatregelen waar we een stip op de horizon, dat we daar naartoe kunnen. En dat we weten waar we aan toe zijn. Ja. Nou, Arnold van den Burg, als jij dan die cijfers ziet, hè, wat denk jij dan? Als je zoveel miljoenen dieren ziet in Gelderland. Kan dat? Kan dat? Wel, blijkbaar kan het. Want kan het langdurig, zeg maar. Nou ja, ik denk dat waar we nu staan aantoont dat dat niet zo is. Mm-hmm. Dus daar zal aan moeten veranderen. En ik ben het helemaal eens met mevrouw Tegenhoofdmeij dat we echt moeten kijken naar het verdienmodel. En ik ben ook helemaal eens dat landbouw en natuur samengaat. Kijk, die heide die we zien, dat is eigenlijk ook een restant van landbouw wat er geweest is. Dat is geen natuur als zijnde de wildernis. Mm. En als je daar niks aan doet, dan wordt het ook gewoon bos. Het is een kwestie van daarin een balans vinden. Mm. En ik hoop ook heel erg dat dit ook een aanleiding gaat zijn dat er veel meer biodiversiteit ook weer plekjes krijgt in dat agrarisch landschap. Want uiteindelijk de Veluwe is er een mooi voorbeeld van. Dat is zulke arme grond. Dan kon je vroeger met je schapen kun je daar iets doen. Maar daar kun je geen makkelijk akkerbouwgebieden aanleggen. Het is ook heel droog. Maar tot de grens dat nog wel net kon, is het ook allemaal gebeurd. Dus al die rijkere randen die eigenlijk bij zo'n gebied horen. Mm-hmm. Dat is nu gewoon tamelijk intensief een landbouwgebied. Nou, ik hoop ook dat we daar dat we het aantrekkelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld ook voor recreatie aantrekkelijker. Maar ook dat er allerlei dieren weer in voor kunnen komen. Want dan kunnen de dieren die in de zomer misschien op de Veluwe leven, die hebben in de winter om te overleven ook stoppelvelden nodig. Ja. En zo ontstaat er een beetje die wisselwerking. Ja. En ik hoop echt dat we dat met z'n allen kunnen gaan oppakken. Voor het toekomstbeeld hebben we de provincie nodig natuurlijk. Hè? Peter Drent, wat gaan jullie concreet doen? Wat doet de provincie om dit probleem op te lossen? Het begint bij de vraag van wat is Gelderland? En Gelderland is natuur. Gelderland is die landbouwgebieden die daartussendoor liggen. En Gelderland is ook het erfgoed wat we hebben. Dat maakt ons anders dan alle andere provincies. Dus als je een stip op de horizon zoekt, dan moet je ook je eigen afkomst niet verloochenen. Dus het uitgangspunt is dat natuur en landbouw en wonen en werken gewoon in Gelderland moet kunnen. Maar dan kun je wel iets leren vanuit het verleden. En ik zeg dus nu niet dat we terug moeten naar de jaren 50 voor de goede orde, want ik zie de tweet zo gaan, dat is niet wat ik zeg. Maar wat wij verloren hebben in pakweg 50 jaar tijd, is dat er samenhang tussen dingen zit. En mensen hebben voor ons een heleboel dingen uitgedacht die helemaal niet zo stom waren.
Mm-hmm. En daar moet je dan dus naar terug. En dan is het niet de oplossing om te zeggen tegen een ander, jij moet de helft van je vee weg. Dat is erg makkelijk. Als een ander iets moet waar jij geen last van hebt, dan werkt dus niet. Je kunt ook wel zeggen van, je moet meer grondgebonden of meer kringlooplandbouw. Maar dan moet er wel gewoon brood op de plank komen en beleg op de plank. Ja. En dat is volgens mij de uitdaging. Ja. Hoe je dat in samenhang met elkaar doet. En dat kan jammer genoeg heb ik niet gehoord wat jullie concreet gaan doen. Want dat was de vraag. Maar daar komen we ook niet meer aan toe. Want het is tijd voor... Ik kan je daar één ding van zeggen. Ah, ja. Op het moment dat je vindt dat je landschapselementen wil hebben. Dus hout in de landerijen. Nu kost het alleen maar geld. Op het moment dat je dat ziet als toevoeging voor biodiversiteit wat het is. En ik dus de boer daar ook voor betaal om het te onderhouden. Net als staatsbosbeheer. Dan is het opeens een verdienmodel geworden. Ja. Dat soort dingen, daar moet je aan denken. Now we're talking. Heel goed, dankjewel. En het is tijd voor Kom in, denk ik. Ja, voor de afsluiting van deze week van Gelderland. Hit it. Niks doen is geen optie, het stikstof is te veel. Het valt niet te ontkennen dat er nu toch echt iets speelt. Nee, niet alleen de boeren, heel ons land moet op dieet. Kleine stapjes, lange lijnen, maak het voor ons toch iets concreet. De gevolgen onomkeerbaar, de natuur die past zich aan. Hoe verzuring en ontbossing wild om zich heen zal slaan. En ja, 11% ontkent het, sluit de ogen, kijkt weer weg. Luister goed wat hier aan tafel werd gezegd. Protesten van de boeren, Marion, die stond vooraan. Je stem toch laten horen, welke toekomst komt eraan. Want ja, die toekomst is onzeker. Voor de boer en zijn bedrijf. Oh, en zoeken naar de zekerheid. Dan kan men weer vooruit. En Peter ziet wel toekomst voor landbouw en natuur. Maar wacht niet op Den Haag en houd discussies liever puur. De provincie wil niet wachten, nieuwe plannen in de maak. Ben zo benieuwd of het protest dan wordt gestaakt. Benny wil de bus in met zijn dobro in zijn hand. Maar mag de bus door stikstof nog wel rijden? Muzikant en kunstenaar, jongen van het platteland, zou spoedig toch in Hummelo verschijnen. Ja, de kerels terug naar huis, zolang het kan nog met de bus. Zolang Benny maar blijft maken is het goed. Wat een trotse opa zijn toch met je doet. Heel mooi. Lieve gasten, ik dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Het was veel te kort. We hadden nog wel 2 uur met jullie door willen praten. Mensen in de studio, dank je wel voor jullie komst. U bedankt voor het kijken. Jij bedankt. En ik wens jullie een heel fijn weekend. En geniet van al het moois om ons heen. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend. Dank.